Yo, bedankt, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Pim, ook op Monkloid van jullie nummer 1 Pokémon WSD hier op YouTube. En natuurlijk ook op Twitch. Leuk dat jullie weer kijken. We gaan in deze video weer Trash of Cash doen. En dat doen we met de twee fantastische sets Darkness and Blaze en Battle Styles. Twee sets die misschien niet het meest populair zijn. Wel twee hele vette sets, vind ik in ieder geval. En jullie mogen weer bepalen of deze sets Trash of Cash zijn. En ik heb ze hier al liggen voor jullie. Ik heb van beide sets weer 6 packs gepakt. En ik heb alvast de 2 chase cards die erbij horen klaargelegd. In natuurlijk Darkness and Blaze heb je natuurlijk een hele sikke Charizard VMAX die je kan poelen. Dat is de duurste kaart. Die is ongeveer 60 euro. En in de Battle Styles is de chase card dan natuurlijk de Tyranitar V Alternate Art die een eurotje of 100, 110 is. Een iets duurdere chase card in de set Battle Styles. In Darkness and Blaze heb je dus de Charizard. Natuurlijk is Charizard een van de meest bekende chase cards. Maar ja, weet je, ik vind die Tyranitar zelf heel vet, omdat ik natuurlijk Tyranitar fan ben. Ik moet zeggen dat ik Battle Styles super vet vind, vooral omdat de holo's erin zitten heel erg vet zijn. Darkness and Blaze hebben we ook veel van opengemaakt. Ik vind dat persoonlijk de mindere set, maar ja, iedereen heeft zijn persoonlijke voorkeur. Laat vooral in de reacties even weten wat jullie persoonlijke voorkeur is. Voordat we verder gaan met de video's openmaken, like deze video even, subscribe op mijn YouTube kanaal, zodat we zo snel mogelijk die 10.000 subs hebben, dat ze super lekker zijn. En dan gaan we gewoon weer om en om een packje openmaken. En dan gaan we gewoon kijken wat jullie ervan vinden. En hopelijk vinden we natuurlijk weer een prachtige kaart eruit. Dat zou natuurlijk super nice zijn. Oeh, wit kaartje. Deze zit op zijn kop. En dan gaan we eens kijken wat voor mooie kaarten we kunnen poelen en welke set nou uiteindelijk het beste is. Gligar, Shinx, Houndour, Pyard, Cubone, Reverse Octillery. Oh, let's go! Gelijk een VMAX voor Battle Styles. De Flapple VMAX. Heel erg nice. En ook de Octillery Reverse. Die is ook goed, want dat is een speelbare kaart in de trading card game. Dus die bewaren we ook altijd. Mocht straks weer oh my god, volgens mij zie ik een rainbow randje. Volgens mij zie ik een rainbow randje. Oi, 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 dit meen je niet. We hebben zo verschrikkelijk veel geluk in deze video's de laatste tijd. Het is echt ongelooflijk. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar krijg. Maar ja, het is echt bizar. Het is echt bizar. Phoebus, Simisear. Ja, het is een rainbow. Ja, let's go. Het is een Pokémon Breeder Nurturing Rainbow Rare. Let's go. Oh, wat? Oh, ik heb maar 3 naar voren gedaan. Pokémon Breeder Nurturing, let's go. We hebben gewoon een Rainbow Rare te pakken. Ja, en dit begint echt alweer supergoed. We hebben een Rainbow Rare voor Darkness and Blaze. En we hebben een VMAX voor Battle Styles. Ja, ik ga gewoon heel eerlijk zijn. Het is nu eigenlijk al een super geslaagde opening. Want ja, laten we eerlijk zijn. Op het moment dat je uit 2 packjes al een Secret Rare weet te poelen, ja, dan heb je het eigenlijk gewoon supergoed voor elkaar. Ik ben trouwens aan het leren editen, dames en heren. Voor de mensen die het weten, ik neem eigenlijk al mijn video's altijd op in 1 take. Ik doe helemaal niet editen, helemaal niks. Ik ben het aan het oefenen. Ik doe best wel veel. Ik doe al mijn TikToks nu editen met een geluidje, een muziekje en een plaatje eronder. Dat ben ik nu aan het leren. Ik ga dat ook straks implementeren in mijn video's, zodat het net wat netter lijkt. Even een plaatje, geluidje, muziekje extra. Even kijken. Oh, nee, joh! Nog een Secret Rare. Yo, let's go! De X-Share. Ja, Bokkel Man, ik zit echt op pakjes openmaken. Het is echt niet normaal. Ja, durf nog 1 keer te zeggen dan dat deze sets niet chill zijn. Oi, oi, oi. X-Share, Pokémon Breeder Nurturing, Flapple VMAX uit 3 pakjes. Ja, de Trash of Cash. Ja, nou, ik weet wel wat ik zou kiezen als ik jullie was. Oi, oi, oi. Het is echt weer ongelooflijk. Het is echt weer ongelooflijk. Maar in ieder geval waar ik op terug wilde komen. Ik ben me dus een beetje aan het leren editen. Ik wil ook dit jaar gewoon de video's net wat netter maken. Inderdaad, wat ik jullie vaak zeg. Ik kan even een plaatje in beeld doen. Een prijsje in beeld doen. Een geluidje, een dingetje. Het is eigenlijk best wel te doen. Dus ja, dat wil ik zeker voor jullie doen. Daar ben ik nu heel erg druk aan het oefenen. Maar ja, op TikTok doe ik het nu zo. Ik edit nu mijn eigen TikToks elke dag. TikTok linkje staat in de beschrijving. Mocht je me daarop willen volgen. Oké, dat was weer Darkness and Blaze. Daar hadden we helaas niks uit. Het eerste pakje waar we niks uit hadden. Dus daar ben ik nu druk mee. Super leuk om te doen. Het is wel echt ingewikkeld allemaal. Je hebt zo verschrikkelijk veel opties in die editprogramma's. Maar ja, hè, het is allemaal niet anders. Het is wel leuk om weer wat nieuws te leren. Karkle, Dottler, Pignite, Fomantis, Remoraid, Sparrow, Pachirisu, Cherubi, Escape Rope Reverse. Very nice. En Lurantis. Oké, okay, dan gaan we weer door naar Darkness and Blaze. There we go. Daar gaan we. En dan hebben we... Die kaart zit allemaal verkeerd om. Ik word alweer gespoild op het moment dat ik de pakjes moet openmaken. Helemaal balen, joh.
Poltergeist, Trapinch, Torchic, Rookity, Teddy Ursa, Penpower, Golet en Etchogork. Jongen, ik weet niet eens wat die naam precies is. Dus even kijken, we hebben van allebei nog drie packs. We hebben nu drie packs van beide overgemaakt. We hebben nu twee Secret Rares en een V-Max. Heel erg nice. I'm pretty happy with this. Ja, het is echt niet normaal eigenlijk. Ja, en zoeken jullie zelf nog booster packs? Ook op deze sets of andere sets. Evolving Skies is ook weer op voorraad. Die hebben we weer binnengekregen. We krijgen als het goed is volgende week ook een Celebrations binnen. Maar ook heel veel andere producten staan allemaal op de webshop. Fusion Strike, Dynasty Blaze, Battlestars, noem het allemaal maar op. Allemaal www.pokemonkel.nl. Mijn eigen webshop. Linkje staat ook weer in de beschrijving. Dus mocht je nog Pokémon kaartjes zoeken voor een normale prijs, dan kan dat. Vivillon en Jellicent. En dan gaan we nu verder met deze pakjes openmaken. Tot nu toe moet ik zeggen dat ik erg tevreden ben. Maar ja, wat wil je als je twee Secret Rares spoelt? Maar ja, ik wil eigenlijk nog wel van Full Arts. Als we nu ook... Weer die kaartjes andersom. Ja, je weet dus niet. Soms zit het andersom, soms niet, soms wel. Maar bij Dynasty Blaze weet ik ook dat bij een groen kaartje er nog steeds wel eens een holo in kan zitten. Want ik heb ook wel eens kaarten gehad bij Dynasty Blaze waar dan wel een holo zo zat bij een groen kaartje. Dus ja, je weet het ook niet. Wimpod, Sinistry, daar komt ie. En Venelix. Helaas. We hebben nog vier packs. Battlestyles. Ja, Battlestyles kwam natuurlijk vorig jaar uit. We hebben echt super veel opengemaakt. Ik heb de Tyranitar nog nooit voor mezelf opengemaakt. Maar ik heb die dus gekregen. Jullie zagen net mijn Tyranitar als in het art liggen. Die heb ik dus gewoon gekregen van een kijker. Nou, dat is echt ontzettend lief. Dikke shout-out naar hem. Die had ik gepoeld voor hem in een live opening. En toen zei hij, je mag hem wel hebben. Nou, ik kon het bijna niet aannemen, maar hij stond erop. Maar ja, ik heb nu wel heel mooi die Tyranitar. Heel erg blij mee. Echt een van mijn lievelingskaarten. Victory Bell! Oh, Crobat Holo! Ja, hele vette kaart. Kijk, ik vind die holos van Battlestars de mooiste holos hebben van alle sets van 2021. Want kijk hoe vet deze is. Die Steelix, de Kingdra, de Entei. Hele toffe holos. Tot nu toe zijn de pools uit Battlestars net iets beter dan bij Dynasty Blaze. Maar ja, bij Dynasty Blaze heb ik één Secret Rare gepoeld. Als we nu ook nog de Charizard poelen, dat zou echt het leven echt goed maken. Als we nu... Oh, dat zou echt... Maar dat zou echt niet kunnen. Dat zou echt niet kunnen. Als we ook nog de Charizard poelen, dan is het echt de beste opening ooit. Rowlet, Cupchu, Aaron, Starly, Purloin, Big Parasol en Melmetal. Ja, dat is natuurlijk wel altijd een beetje met dit soort video's opnemen. Ja, kijk, weet je wat het is? Je kan deze video niet in twee takes opnemen. Want ja, het pakje is nou eenmaal al open. En ja, je kan ook wel eens helemaal niks poelen. Dus je video net wat minder leuk. Het is natuurlijk wel het leukste als we hele mooie kaartjes poelen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet altijd. Maar ja, we hopen natuurlijk wel altijd dat het zo is. Kijk, kom op, daar gaan we. Water Energy, Karkol, Dottler, Picknight, Mawel, Fomantis, Remoraid, Sparrow, Pachirisu, Kongolde en Electivire. Heel erg vet. Ik vond Magmar en Electabuzz in de eerste gen ook super tof. Dan gaan we de laatste pack van deze Trash of Cash. Zijn jullie ondertussen al uit wat jullie van deze twee sets vinden? En welke set jullie het beste vinden? Laat het dan vooral even weten. We hadden natuurlijk bij de vorige Trash and Cash hadden we één set gedaan. En we hebben natuurlijk ook een keer een battle gedaan tussen Evolutions. Of Evolving Skies en Fusion Strike. En dit is natuurlijk een beetje een combinatie van die twee video's. Welke set vinden jullie het vetst? Welke is Trash, welke is Cash? Dus laat het vooral weten in de comments. Darkest Blaze, laatste pack. Boom! Nog steeds een holo Pinchurchin. Let's go. Nou, dit zijn uiteindelijk de pools. Ja, ik ga zeker niet klagen. Laten we nog heel even kijken. We hebben natuurlijk de Crobat Holographic. We hebben de Gold Card Exp Share. We hebben de Pinchurchin Holo, de Flapple VMAX. En natuurlijk de Rainbow Rare Pokémon Breeder Nurturing. Nou, dames en heren. Laat vooral even in de comments weten welke set jullie tos vinden. En of jullie ze Trash of Cash vinden. Bedankt voor het kijken naar deze video. Like deze video als je het niet gedaan hebt. Subscribe op mijn YouTube kanaal. Dan zie ik je allemaal morgen weer bij een nieuwe video. Joe!